Ik ben Henk Buijs. Ik ben oud vaktechnisch medewerker van CRV. En wij hebben ons de laatste 2 maanden bezig gehouden met het selecteren van de dochtergroep van cricket. Een groep uit de vakperiode. Dus komt nu voor de tweede maal met dochters uit de vakperiode in beeld. En vele veehouders die hebben nu volop nakomelingen aan in productie. Henk, jij hebt ongetwijfeld tientallen cricketdochters gezien. Er zijn er nu zo'n 1000 al gekeurd. Wat is jouw indruk van de stier? Wat kan die voor veehouders betekenen? Door de overige selectiecommissieleden, uiteindelijk hebben wij ruim 50 cricketdochters beoordeeld. Leo de Jong en ik, mijn collega. En die, dat zijn koeien die eigenlijk toch wel aanspreken door de ontwikkeling, de mooie lengte, de gezondheidsuitstraling. Eigenlijk koeien die in positieve zin opvallen. En dat wil zeggen dat ze eigenlijk niet opvallen in de koppel, want ze zijn alle dag paraat en weinig negatieve of andere bijkomstigheden. Dus jij, om jou samen te vatten, zijn hele hoge gezondheidsfokwaarden, dat zie je ook al echt terug in hoe die dochters bij die veehouders op heel veel bedrijven het doen. Ja, wat de veehouders vooral zeggen is de koeien die ze kalven af, ze beginnen rustig te produceren en uiteindelijk gaat het de hele periode ongestoord verder en tot in het eind van de lactatie. Dat was opvallend wat we bij zeer veel eigenaren te horen kregen. En in die zin getuigt dat wel iets, dat een signaal is van zijn zeer gunstige gezondheids- en vruchtbaarheidscijfers. En als jij veehouders zou moeten adviseren hoe je de stier zou gebruiken, van op wat voor soort koeien zou jij de stier zetten? Ja, voor het gebruik zou ik zeggen, het is niet de allerhoogste productiestier qua inhet. Dus je moet denk ik wel hogere inhet koeien, daar zal je het hoogste en beste rendement hebben. Bijvoorbeeld de Fidelities? Bijvoorbeeld, ja. De stier fokt groot, geeft veel lengte, ondiepe uiers, dus kan op heel veel koeien, allerlei koeien gebruikt worden. Maar als je de productiekant een beetje positief blijft benaderen, dan zul je heel succesvol kunnen zijn met de cricket. Henk, dankjewel voor jouw toelichting. De cricket zijn voor mij enorm goede gebruiksdieren. Gebruikt u hem zelf ook? Ja, we gebruiken hem zelf ook, ja. En tevreden over de dochters ook? Ja, ja, ik ben er echt tevreden over. Het zijn heel gemakkelijke dieren in de melkstal en in de stal. Ze missen de laatste show soms op ons bedrijf. Hier zie je dat er misschien niet aan, maar het zijn hele fijne dieren mee te werken. Ja. Oké, dank u wel.